koor zingt vanuit een auto op een parkeerterrein. Ik ben vrij. Hij en nog 29 andere leden van het NL Pop en Rockkoor Klinkt Goed brachten een spontaan optreden op het parkeerterrein aan de Voorwaarts in Apeldoorn. Zaterdag 2 mei was de primeur. Het idee kwam van de Apeldoornse dirigent Wilco Strongs. Er zijn natuurlijk veel drive-in activiteiten momenteel in deze coronatijd. Ik zag zelfs gisteren al een drive-in disco over de grens. En een drive-in met eten en zo. Maar ik denk drive-in met zingen. Ik denk, nou, daar doe ik gewoon de lokale omroep bij. Die gewoon op de FM lekker de muziek draait die wij zingen. En dan kunnen we gewoon vanuit de auto veilig en al meezingen. Door de coronacrisis mag op straat eigenlijk niets georganiseerd worden. Toch weer Strongs daar een manier op te bedenken die wel mag. Volgens mij is dit de enige manier hoe het momenteel nog mag. Gewoon in de auto. Iedereen zit in zijn eigen quarantainebubbel en kon lekker meezingen. En dat deden ze ook. Drie nummers werden via de radio gedraaid waar de koorleden op konden meezingen. Een nadeel voor de dirigent was, hij kon ze niet horen. Nou, ik heb wel wat mensen horen zingen hoor. En een paar mensen zaten niet helemaal top. Maar voor vandaag was dat helemaal niet erg. Als ze maar gewoon ik wil gewoon stralende gezichten zien en die heb ik gezien. En dat is het belangrijkste. Aan het eind van de rij auto's is Alma van Blankenvoort te vinden. Zij zingt het hardst van het koor. Hoe is dat nou om vanuit de auto te zingen? Dat doe je misschien onderweg, maar niet op een parkeerplaats. Nee, dat is wel en plein publiek. Ja. Ja, geweldig. Ja. Een leuk initiatief van Wilco Strongs. Top. Ja. Hoeveel nummers hebben jullie gezongen? 3. Zoute Landen van Bluff. Leun op mij van Rut Jacot. En als een vogel zo vrij van Bert Hering. Ja. Hoe is dat nou? Want je staat met je auto's naast elkaar. Je hoort elkaar misschien een beetje, maar dan houdt het ook echt op. Nou, mijn buurvrouw die kan erg blaren, dus dat kwam wel goed. Ja, maar goed, dat is er maar één. Ja. Want er staat een hele rij auto's. Ja, de rest hoor je niet, maar weet je wat het leuke is? Dat iedereen elkaar weer ziet. Geweldig! Het beviel zo goed dat de volgende afspraak al is gemaakt. We zijn al uitgenodigd in Twello om het een keer te gaan doen. En misschien gaan we het ook nog wel een keer op een andere plek nog doen. Dus als de koorleden het leuk vinden en het, als afwisseling om het een keer zo te doen. Het is natuurlijk het is een ludieke actie. Hè? Het is natuurlijk het serieus gehalte ligt niet heel hoog. Maar het is wel belangrijk dat de mensen elkaar even zien. Dat ze toch het gevoel hebben dat ze toch weer een beetje samen zijn. En dat is in deze tijd wel belangrijk. Op voor nog nou, zoiets? Ik wil dan graag in de arena of zo.